Fantastische sessie bij Verbego over de S van ESG. De vastgoedsector meenemen op het belang van samenwerken, transparantie, meerwaarde leveren en duidelijk maken waar het om gaat. Ik denk dat ik eigenlijk voornamelijk een holistisch beeld heb willen schetsen voor eigenlijk de deelnemers. Van, om ook even terug te komen op van wat is nou eigenlijk in regelgeving land, wat gebeurt er allemaal? Hoe wordt er nou in die jungle, hoe wordt er nou een weg in gevonden? En hoe moet je daar nou een weg door banen en een invulling aan geven? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar social impact maken met vastgoed. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we met elkaar. Doe waar je goed in bent, durf keuzes te maken. En op lange termijn blijf vanuit kracht opereren. Nou, ik heb als eye-opener willen geven dat eigenlijk ESG-informatie komt op hetzelfde niveau te staan als financiële informatie. En dat noem je eigenlijk ESG-accounting. En dat is ook heel praktisch te maken met een aanpak op basis van de best practices die eigenlijk al zijn in de markt. Een groot deel van de bedrijventerreinen zijn onderbenut. Dus kijk naar het verouderde deel, het nu niet duurzame deel. En ga kijken wat je daar kan intensiveren. Daar kun je de sector laten groeien zonder nieuwe bedrijventerreinen uit te moeten gaan leggen. En meteen weer het rest van het land te moeten gaan verdozen. Hoe meten we het sociale, zowel waar het vandaan komt, waar die vraag vandaan komt. Zowel intrinsiek als vanuit de overheidswegen. Ik vond het heel leuk om daar meer over te leren vandaag. Ja, we hebben denk ik de transitie gemaakt om van duurzaamheid naar ESG te gaan. Waarbij we zo langzamerhand echt wel weten hoe we op de E meten en impact maken. Maar sociale impact, dat zou toch eigenlijk de drijfveer moeten zijn van vastgoed. Hoe kunnen we als vastgoed echt duurzame relaties bouwen? En hoe kunnen we het verschil maken? En ik denk dat de sprekers hebben aangetoond dat het maken van keuzes en dicht bij jezelf blijven essentieel is om succesvol te zijn. En zo zie je maar weer dat de impact van de sociëteit neerkomt op verbinding maken in de vastgoedketen en ook adresseren het werk wat we nog te maken hebben met elkaar. En daar ben ik trots op.